beste kijkers bij Soccer Reporter TV. In deze uitzending gaan we vooruitblikken op de wedstrijd VVC en Meiden van aanstaande zaterdag, waar Soccer Reporter een videosamenvatting van gaan maken. En blikken we terug op Sudoku DVS 33 Ermelo, waar Soccer Reporter afgelopen zaterdag een videosamenvatting van heeft gemaakt. Van deze wedstrijd laten we u de doelpunten zien. VVC is opgericht in 1960 en VVC staat voor voetbalvereniging Albersewaard Centrum. En de bijnaam is Green Heroes. VVAC speelde vanaf 1996 in de derde klasse, met soms een stapje terug naar de vierde klasse. De hoogste notering in de derde klasse was een vijfde plaats. Ook dit seizoen wil het nog niet erg vlotten met het team van coach Ton Heijstek. Momenteel staat VVAC onderaan met 12 gespeeld en 5 punten. Er werd slechts 1 wedstrijd gewonnen. VVAC krijgt regelmatig de complimenten voor het vertoonde spel. Maar ik denk dat Ton Heijstek momenteel liever de punten heeft dan de complimenten. In de eerste wedstrijd van deze competitie verloor VVC met 3-1 van Ameide. Dus zal VVC graag revanche nemen en proberen aansluiting te krijgen bij de teams die boven VVC staan. Voetbalvereniging Ameide is opgericht in 1945 en heeft als bijnaam Blue White Army. Ameide speelt vanaf 2001 in de derde klasse met een paar keer een uitstapje naar de tweede klasse. Momenteel staat Ameide op de vijfde plaats met 12 gespeeld 17 punten. Ameide startte deze competitie voortvarend en was zelfs enkele weken de trotse koploper. Maar vanaf 8 oktober wist Ameide geen wedstrijd meer te winnen. Er werd van de laatste 8 competitiewedstrijden 5 keer verloren, 2 keer gelijk gespeeld en 1 keer was Ameide vrij. Ook de laatste wedstrijd voor de EM Cup en de oefenwedstrijd van de afgelopen zaterdag tegen Brederodes werden liefst met 8-0 verloren. Dus dat was ook niet goed voor het zelfvertrouwen. Maar het team van coach Gert-Jan Westerhout zal er alles aan gelegen zijn om de tweede helft van de competitie met een goed resultaat te beginnen. Daarom hopen we zaterdag op een spannende wedstrijd en als het even kan ook doelpuntrijk. In het begin van de uitzending zei ik al dat we ook nog even terugblikken op de wedstrijd Sudoku DVS 33 Ermelo. In een leuke wedstrijd won Sudoku verdiend met 4-2. Maar in de tweede helft met een 3-0 voorsprong maakte de ploeg uit Hoornaar het zichzelf onnodig lastig om DVS Ermelo tot 3-2 terug te laten komen. Maar verder liet Sudoku het niet komen en maakte er zelfs nog 4-2 van. Wij laten u de doelpunten zien. Zo onnodig, daar komt de aanloop. Daar komt het schot in op gevaar. Er loopt de rebound in die ingang. Dat zou lekker zijn natuurlijk. Dat is de strafschop erin. Daar komt de aanloop van Van Dam. Hij schiet en gaat erin. Ja, beste kijkers, we zijn er weer aan het eind gekomen van onze uitzending. Kom zaterdag in grote talen naar Sportpark de Put om hopelijk van een mooie wedstrijd te genieten. Bent u verhinderd, geen probleem, want vanaf zaterdagavond kunt u een videosamenvatting zien van deze wedstrijd op soccerreporter.nl en radiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot ziens.